Ik weet, ik had gezegd dat ik vandaag zou laten zien hoe ik de wasmachine schoonmaakte. Dat wordt vanavond en anders een volgende video, want dat lukt me nu niet meer. Morgen, ja, met hetzelfde vervormfijne hoofd als ik gisteren afsloot, start ik vandaag. Want dat zit maar een paar minuutjes tussen natuurlijk. Ik ga eventjes mijn haar even wat fatsoeneren. En dan ga ik ontbijten. We zijn nog wel wat later op de dag inmiddels hoor. Want ik was gewoon een beetje druk met video's maken voor jullie. Ideetjes bedenken en zo. Nou, eens even mijn was aan het zoeken. Doe ik even mijn haar en dan kom ik wel bij jullie terug. Want dat vind ik interessant hè. Wel een groene washand vandaag. Dat er zwarte op zijn. Ja, het is inmiddels 9:30. Ik ga een hond uitlaten. Maar moet je even kijken waar die zich bevindt. Kom, we gaan. Kom. Het is ochtend. Kom maar. Doe maar. Het tempo van een slakje. Kom, we gaan wandelen en eten. Doe maar. Ja, ga maar naar beneden. Ja, dan komt ineens de gang erin. Dan rolt ze de trap af. Ja, en dan denk je, waarom staat de frituurpan daar? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Die moet nog in de kast, maar dan moet de airfryer er eerst in. Ja, en ze rekt zich altijd daar uit. Ik snap ook niet waarom. Waarschijnlijk omdat dat daar een matje ligt. Nou, kom maar. Dan gaan wij eerst even wandelen, goed? Ja? Ze gaat wel naar de deur, want ze wil echt wel even uiten, denk ik. Gaan we eten, Puk? Gaan we eten? Ja? Kom maar. Ik weet, ik had gezegd dat ik vandaag zou laten zien hoe ik de wasmachine schoonmaakte. Dat wordt vanavond en anders een volgende video, want dat lukt me nu niet meer. Ik heb even lekker wat dingen gedaan die ook moeten. Ja, dan heb je niet altijd tijd om andere dingen te doen. Dus dat komt nog. Ik ga nu in elk geval aan het werk. Zie jullie aan het eind van de dag weer. Tot later. Hoi, ik ben weer thuis. En nou, nog steeds natte haren. Want ik fietste naar huis. En toen ging het weer regenen. En kijk nu eens. De zon schijnt. Maar goed, ik wilde niet nog 10 minuten wachten totdat de zon ging schijnen. Dus dan word je nat. Ik heb mijn jas nog aan, want ik ga even de hond uitlaten. Nou, dat heb je vanmorgen al gezien. En daarna ga ik eten maken. Timo, die is laat. Die eet vanavond patatjes. Had die zin in? Nou, prima. Die gaat vanaf donderdag ook anders eten. Dus helemaal goed. Ik ga eventjes bedenken wat ik ga eten. Ik ga denk even bij de ding kijken wat ze in de aanbieding hebben deze week aan groenten. Ik heb wel zin in spruitjes of zo. En die heb ik niet meer. Dus even kijken. Ik wist dat ik een pakketje zou krijgen. Dat had de kijker die dit gestuurd heeft gezegd. Maar dit is geen pakketje, lieve kijker. Ik heb beloofd je naam niet te noemen. Maar dit is geen pakketje. Dit is een pakket. Met een hoofdletter en een uitroepteken erachter. Wauw. Ik ga hem zo meteen unboxen. Dus blijf vooral kijken. Maar oh, wat is dit veel. Wat is het groot. Dit is echt, ja. Ik ga hem even laten zien aan jullie. Ik heb alvast even mijn adres eraf gehaald. Want daar had ze ook haar adres omgezet. En dat is prima, want daar ga ik wel wat mee doen. Maar ik ga heel even wat opruimen hier. En dan ga ik de camera neerzetten. En dan ga ik het unboxen. Maar kijk nou. Dit is dus echt, kijk, dit is mijn hand. Moet je zien hoe groot dit pakket is. Echt. Wauw, wauw, wauw. Nou, inmiddels ga ik die hele stapel naar boven brengen. Ik ga het apart leggen, want ik wil het gaan gebruiken met een bullet journal video. En dan er echt een video van maken met alleen deze spullen. Ja, lijkt me echt super tof worden.
Ondertussen was ik een beetje Grace en Frank aan het kijken en aan het appen met de gullegever. Dus, ja. Maar ik ga het eens even opruimen. Nou, ik ga boven wat kijken. Timo is beneden met iemand. Die zijn samen iets aan het kijken. Ik ga boven even Paleis voor een prikkie kijken. Puk is net weer opgehaald. En die gaat lekker een nachtje thuis slapen. En morgenavond komt ze weer waarschijnlijk. Als het goed is. Koud hier. Ik ga eens even een warm pak aantrekken in plaats van een pyjama. Want het is hier echt koud. Dus ik zie jullie zo en dan ben ik omgekleed. Ik kan weer naar beneden. Maar ja, ik lag nou al lekker in bed. Daar was het ook lekker warm. Ik heb een beetje koud, een beetje keelpijn. Ik wil niet ziek worden. Geen tijd voor. Helemaal geen tijd voor. Maar ik ga hier eens even wat licht uit doen. Want ik begreep dat ik gewoon weer naar boven kon. Maar ja, dan was hier alles nog aan en zo. Dus dat doe ik even uit. En dan ga ik nog even wat drinken pakken. Ik had nog een glaasje drinken hier staan. Gewoon een bekertje. Met vitamine C. Zuur. Ik zie jullie zo wel weer. Ik ben een potje Uno aan het spelen. Uno, hoe je het ook wil noemen. Spelen jullie dat ook? Kennen jullie dat? Ik ken het ook als kaartspel, zeg maar gewoon live spel. Maar nu kan ik het ook spelen zonder dat ik tegenstanders nodig heb. Even een kaart spelen. Maar het is echt een leuk spelletje. Het is niet gesponsord of zo hoor. Maar ik vind het altijd erg leuk om te spelen. Als je zoekt op Suzy kun je mij daar ook wel gericht vinden. Ik moet die spelen. Even goed kijken af en toe. Want ik speel vaker 2-tegen-2 spelletjes. Echt superleuk. Nou, inmiddels is het 23:28. Tijd voor mij om lekker te gaan slapen. Ik weet dat dit een korte video is. Maar ja, dat is, komt omdat die unboxing gewoon veel langer was dan dat ik verwacht had. En hij komt niet morgen online, zoals ik zei. Maar volgende week. Even denken. Nee, die week daar. Nee, ja, volgende week komt hij online. Ja, dat wil ik even goed zeggen. En dat komt omdat ik volgende week, misschien als jullie dit zien, heb ik open avonden. Dus kan ik niet filmen. Dus dan ben ik 2 dagen dat ik niet kan filmen. Dus vandaar komen er andere video's. Een kookvideo en dus die unboxing. Dus dat is dan mooi gepland. Dus die was ik wel blij mee dat ze dus, ja, dat ik dat vandaag kon doen. Ik ben nog steeds helemaal flabbergast met alles wat ik cadeau heb gekregen. Echt super tof. Nu ga ik in ieder geval lekker slapen. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe video. Ik wens je een hele fijne dag als je dit 's morgens kijkt. Kijk je nou 's avonds? Slaap lekker. Heb mooie dromen. Ik ga mijn best doen om die te krijgen. Doei!